En Lukaku! Oh! Vinicius, oh mooie knal, geweldige goal! Stones kop, daar is Haaland. Voor Mbappé, eerste kans en goal! Gnabry, tweede! De Bruyne, oh De Bruyne! Oh, Courtois met een geweldige hand! I've always dreamt of winning this competition, so now I'm gonna touch that cup. Dag iedereen, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Champions Club. U weet het, op Pix Plus Sport zijn alle Champions League wedstrijden te zien. En elke maandag blikken wij ook vooruit, podcastgewijs, op de affiches van de week. 40 minuutjes hebben we daarvoor. En vandaag zijn mijn gasten een Nederlander met een Franse familienaam en een Kempenaar die via Brussel, Brugge, Knokke nu in Oost-Vlaanderen is beland. Gert ja, Vrijen en zeker. Helemaal Jean-Paul ja. Rizon. Dag mannen. Leuk om hier te zijn, Nicolas. Welkom Jean-Paul, je bent wel alles in België geweest voor een podcast, ja. Onlangs nog in de zomer voor het EK. Zeker, ja, bij de collega's van de VRT, ja. Om te praten over het Nederlands elftal toen. Maar laten we het daar nu maar niet te lang over hebben. Ja, we zijn geweest in de laatavondprogramma. Zo. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Nochtans hebben jullie het beter gedaan dan de Rode Duivels tijdens dat toernooi, dus we gaan er inderdaad over stoppen. Gert, ken jij Jean-Paul? Nee, ik ken hem niet, maar ik had hem op de VRT wel eens kunnen tegenkomen. Ja, misschien gekruist in de gang of zo. Nee, ja. Vertel eens Jean-Paul, wat moeten we over jou weten? Je bent podcaster, maar meer dan dat, hè? Ja, ik ben sportjournalist, maar ook vooral gewoon heel erg liefhebber. En ik reis naar veel wedstrijden in Europa. Dus ik ben net terug uit Italië eigenlijk. En, dit weekend geweest? Weekend ervoor. Oké. Okay. En komend weekend ga ik eens weer naar Barcelona. Dus, en is het altijd werk gerelateerd dat je daar naartoe gaat? Nee, het loopt een beetje door elkaar. Okay. Het is een beetje beroepsdeformatie ook, denk ik. Dus ja, soms gewoon voor de lol. Soms heb je een vriendin of niet? Of nee, die zou denk ik niet met dit reisschema kunnen. Moeten we toch eens gaan kijken. Milaan is ook een modestad, daar kan je ook wel een en ander. Daar lopen prachtige vrouwen, kan ik zeggen. Dat ook. Ja, ik dacht modestad voor je vriendin. Maar op die manier. Ja. Nee, ik dacht om mevrouw Rizon te gaan zoeken. Maar, ja, dat kan ook, hè, aan jou de keuze. Ja. Maar is dat ook gelinkt aan Santos? Ja, Santos zeker. Een van je werkgevers, toch? Ja, zeker. Wij maken magazines en gaat veel over voetbalreizen. Dus niet alleen over de stadions, maar ook alles eromheen. De voetbalcultuur een beetje. De goede restaurants. Dus ik heb een heel vervelend leven op dit moment. Ja. En vandaar Brussel. En ook echt altijd een feestje om hier te zijn. En ja, jij vroeg of Gert Meijker. Ik ken Gert wel. Dat was toch wel een van de gezichten. Want toen ik vroeger Studio 1 keek op de VRT. Voor de samenvattingen. En dan, dat vind ik leuk. Ja. Kijk je nog naar Extra Time? Daar zit je ook soms, hè Gert? Zeker, zeker. Nee, dat vroeger wel wat meer. Toen ze ook nog de samenvatting. Want die zei, ja, Nederland toch wat lastiger te kijken. Hè? Ik probeerde dan Club Brugge te gaan zien voor dit weekend. Dat is lastig. Dan moet je toch eigenlijk gewoon naar het stadion gaan. Maar dat probeer ik ook nog regelmatig te doen. Ja, maar jouw familienaam, klopt dat? Is dat een Franse familienaam? Heb je Franse roots? Moet ik die uitspreken als Rizon? Of hoe gaat eigenlijk dat? Wel, ja. Maar het is een beetje een gefopt iets. Want ik ben wel ver in de tijd terug, maar dan kom je echt al gauw bij Napoleon uit. Okay. Ik ben eigenlijk wel gewoon een volbloed Nederlander. Ja. En daar klopt mijn hart het meest voor. Maar ik volg het Franse voetbal wel. En misschien komt dat daar wel een beetje vandaan. Toch wel net iets meer dan misschien andere competities. Ja, alright. Maar in Nederland heb je ook een favoriete ploeg, hè? Utrecht, ja, dat is heel leuk. Dat is ook je woonplaats? Zeker, ja, geboren en getogen. En we staan op dit moment tweede in achter PSV. Die zijn wel echt beter. En als je dan naar Engeland kijkt, dan zie je dat Liverpool met hetzelfde puntenaantal 8 punten los staat. Dan denk je toch van, was er maar geen PSV. Ja. Maar ja, het is wat het is. En het je is hebt een abonnement, hè? Je gaat elke thuiswedstrijd kijken. En als je kunt, als je niet in het buitenland bent. Ja, sterker nog, ik vlieg komende zondag echt in alle vroegte terug om 11:45 in onze galgenwaard tegen PSV te gaan kijken. Nummer 2 tegen nummer 1. Dus ja, dat kan een je toppertje. Niet missen. Nee, Gert, moet je bij zijn. Mm-hmm. FC Utrecht, wat zegt jou dat nog? Moet mij dat iets zeggen? Heeft doorgaans, Jean-Paul, moet je weten, niet echt een goed geheugen. Heel slecht geheugen, ja. Zijn eigen carrière. Ik ben denken aan mijn 20 jaar geleden, november 2004. Ja. Weet jij het nog, Jean-Paul? Ja, dat waren die gekke pools, hè, dat je niet uit en thuis speelde, maar dat je 2 keer uit speelde en 2 keer thuis. En was het Club Utrecht. Ik denk nog met Timmy Simons ook en met jij was erbij. Ja, en heb ik gespeeld die wedstrijd. Fouke Boy trainer Utrecht. Je hebt gespeeld, Gert. Ja, ja. Heb ik echt gespeeld ook. Ja. Weet je het resultaat nog? Dat ook niet dan waarschijnlijk. Ja. Was het 1-0, 2-0? 1-0. Maar ik weet wel dat concept. Ik vond per definitie een oneerlijk concept. Eigenlijk is de Champions League daar nu weer naartoe. Eigenlijk. Ja. Niet uit en thuis. Maar ik vond het per definitie niet leuk om dat op die manier te doen. Als speler ook niet? Nee, ik vond het een beetje oneerlijk. Daarom heeft hij het ook, voelde dat aan. Daarom heeft hij het ook volledig uit zijn geheugen gebannen. Wat was die uitslag nu? 1-0 Rune Lange. Ah ja, kijk. Ja. Er speelden toen ook wat Belgen bij Utrecht. Weet je dat nog, Gert? Quizje? Nu het, die weet moet ik je weten, kom aan. De namen doen zeker een belletje rinkelen.
Ja, de naam zal ik wel kennen, maar ik kan ze in de wagen alleen vernoemd tegen jou. Oh, ja. Denk dat hij er nog wel mee gespeeld heeft, of niet? Dat was al een hint, of dat was geen hint, dat was puur toeval. Nee, zeg maar. Hans Somers, die speelde er toen. Die is nu interim trainer van Leuven. En, nog een Belg? Ik denk Stijn Vreven dat hij er nog bij was. Was net weg. Stefan Tangen. Stefan Tangen had ik ook in mijn hoofd zitten, ja. Mooie nummer 10. Ja, mooie voetballer. Dan toch wel logisch dat we 1-0 gewonnen hebben. Ja. Maar we zijn er niet om over de Europa League te babbelen. Misschien volgend jaar. Misschien volgend jaar Utrecht Champions League. Dan kom ik graag terug. Maar wie weet. Ik gun het je. Nou, we zijn hier om over de Königsklasse te babbelen, zoals ze die in Duitsland noemen, de Champions League. Want in Duitsland zijn ze aan het aftellen naar een enorme kraker. Gert, jij gaat er ook naartoe. Bayern München tegen Paris Saint-Germain. Dat is op papier een topper, maar toch niet helemaal. Hè, want zowel Bayern als PSG doen het misschien minder goed dan verwacht. Vooral PSG staat daar op plaats 25. Ja, die moeten zich natuurlijk een beetje opnieuw uitvinden. Hè? Want ja, alles draaide natuurlijk de afgelopen jaren om Kylian Mbappé. Zeker na het vertrek van Neymar en van Messi. Ze hebben daar misschien toch ook niet helemaal goed op geanticipeerd. En nu zitten ze toch wel een beetje daar. Ik zou het geen spitse probleem willen noemen. Maar ze zijn nog steeds wel echt aan het zoeken naar de juiste setup. Met een echte spits die ze niet echt hebben. Gonzalo Ramos geblesseerd. Colomouani vind ik een echte spits, maar Luis Enrique die ziet dat niet graag. En daardoor speelt hij altijd met zoals ze dat in Spanje falso nueve noemen. Hè? Hij probeert Asensio, Kang In Lee. En in Ligue 1 kom je daar wel mee weg. Want je hebt zoveel meer kwaliteit. En er komt zoveel vanaf de flanken dat je altijd een paar goals maakt. Maar in de Champions League, je zag eigenlijk het meest pijnlijke tegen Arsenal uit. Waar ze echt gewoon geen enkele vuist wisten te maken. We hebben de optelsom gemaakt in de laatste uitzending in de studio. Hè. Ze hebben in al die matchen tot hiertoe in de Champions League hebben zij 80 kansen bij elkaar gevoetbald. Of 80 schoten op doel. Ja, 84 zelfs. Ja, meer dan 80. Ze hebben 3 goals gemaakt. Daarvan is 1 nog een own doelpunt. Dus ze hebben er eigenlijk maar 2 gemaakt. Ja. Dus uit die 80, meer dan 80 schoten naar doel, hebben ze maar 2 gemaakt. Ja, dat is ongelooflijk. Terwijl in Ligue 1 hebben ze gemiddeld 3 per wedstrijd. Ja, 3 per wedstrijd. Ja. Dus ja. Hoe verklaar je dat, Gert? Want Colomouani werd hier al even vermeld. Is dat inderdaad geen echte spits voor het systeem van PSG? Nee, maar dat is nog altijd geen verklaring waarom dat je er maar 2 gemaakt hebt in die 4 matchen. Hè. Dus dat is wel uit al die kansen dan nog. Hè. Want het is niet echt een gebrek aan het creëren van kansen. 3 keer thuis. 3 keer thuis, dat is ook een belangrijke. Want we hebben altijd gedacht van er is geen enkel grote club die zich gaat laten vangen of niet bij die eerste 24 gaat zijn. Oké, dat ze niet allemaal bij de eerste 8 kunnen zijn, dat is logisch. Maar ze gaan wel allemaal bij de eerste 24 zijn, denk ik. Maar ik durf bij PSC toch wel een klein voorbehoud maken, want ze moeten echt wel iets gaan halen. We hadden eerst gedacht, dat was toen door data berekend, dat je 8 punten, minimum 8 moet nodig hebben om eventueel bij de eerste 24 te zijn. Maar met 8 gaat er niet toekomen. Hè. Je gaat er 10. Je gaat 10 punten nodig hebben. Dus dat wil zeggen dat ze nog 6 gaan moeten halen. En ze hebben inderdaad nu Bayern. Dan moeten ze nog thuis tegen City. En die anderen zijn ook 2 uitwedstrijden. Salzburg en Stuttgart. Uit. Ja. Daar kunnen ze zeggen, daar kunnen 6-6 halen. Maar je mag daar wel geen fout maken. Maar ze moeten nog wel ergens die 6 punten gaan halen. Dus ligt het ook, Jean-Paul, voor een deel aan het verschil dat wat is de reden dat het verschil zo groot is tussen die Franse competitie en de Champions League? Is dat een potentiële verklaring? Want daar 10 van de 12 matchen gewonnen, doelsaldo plus 26. Worden ze daar te weinig uitgedaagd? Of hoe verklaar je het? Ja, kijk, ze hebben zoveel meer geld dan de nummer 2 in begroting. Ik denk dat Lyon of Marseille is, wil ik even vanaf zijn. Maar dat verschil, ik noem het altijd, het is de Tour de France winnen op een brommer. Ja, dat kunnen we allemaal, weet je wel. En daar is eigenlijk ook op de duur niks knaps meer aan. Mm-hmm. Dus ja, het contrast is wel groot als ze dan afgelopen vrijdag tegen Toulouse spelen. Die spelen leuk mee, maar je weet toch, het gaat 2-0, 3-0 worden. Nou, we hadden het net al over hoeveel goals ze gemiddeld maken. Ja. En dan komt die Champions League. Dan zit het programma ook niet mee als je ziet wat andere ploegen in de eerste 4 wedstrijden hebben gehad. Dat is niet... Dat is wel dat gekke waar jij het net ook over had, over die Europa League. Dat je dus gewoon, je speelt allemaal mee in dezelfde competitie, maar ja, je hebt wel te maken met een totaal ander programma. En in de Pro League weet je van dat Evans zichzelf wel weer uit. Maar nu, ja, Paris heeft wel een hele zware dobber met Atletico, met Arsenal, Bayern. Ja, PSV moet je dan wel kunnen verslaan thuis als je wil meedoen voor het allerhoogste, toch? Ja, maar dat is precies wat Gert net zei. Het is een wonder. PSV deed het goed, hoor. Niets dan respect en knap punt. Maar
dat ze met zoveel kansen daar niet wisten te winnen van maar PSV, zeg ik dan als Nederlander. Ja, dat was toen al een wonder. Maar dat is dus een beetje het verhaal van de hele groepsfase. Ja. Wat verwacht je van de wedstrijd tussen Bayern en PSV dan, Gert? Waar hij heen gaat? Ja, ik denk dat Bayern toch wel wat beter is. Eigenlijk, ik moet ook wel zeggen, spectaculair oogt het ook niet. Maar het is wel zeer, zeer solide en zeer dominant natuurlijk. Dat ze die dominantie gaan hebben tegen PSV. Misschien niet, ja. Zoals in de competitie ook niet natuurlijk. Maar PSV gaat efficiënter moeten omspringen met hun kansen. Dat is heel simpel. Daar ligt altijd de sleutel. En Bayern is in staat, en zeker in een thuiswedstrijd, om gewoon te winnen van PSV. Het is een vergelijkbare situatie waarin Bayern zit. Hè? Ook zeer dominant in de eigen competitie, maar ook in de Champions League. Ja, al twee keer verloren, maar toch? Minder erg, vind ik. Omdat ze gedaan hebben wat ze moesten doen tegen Benfica. Dat is een match die ze eigenlijk ook gewoon winnen. Okay. Dus, en tegen Barça vond ik ze ook niet heel slecht spelen. Nee, natuurlijk niet. Daar waren ze inderdaad ook beter, zeker in het begin. Zonder die ene discutabel doelpunt dan had er ook anders uit kunnen zien. Dus ik vind de situatie van Bayern minder precair dan... Ja, en het grote verschil is, zij hebben wel een spits die vlotjes scoort. Ja, je weet bij Harry Kane, er is een zekerheid, hij gaat scoren. En de vraag is hoeveel of wanneer. En ja, dan moet je Vincent Kompany, en dat is misschien ook weer niet zo heel gek als oud-verdediger. Hij heeft het echt aan de achterkant dichtgekregen, want vorig jaar was dat... stond vaak Eric Dier er met De Ligt. En daar kregen ze nooit een zekerheid in. Hè? En nu met die Kim en Upamecano. In het begin van het seizoen was het ook nog wat twijfelachtig, die twee. Ze hebben ook nog wel wat foutjes gemaakt. Helemaal in het begin van de competitie. Maar dat is er eigenlijk helemaal uit nu. Ja. Zijn laatste penalty gemist op het WK in Qatar, Harry Kane, zag ik. Voor de rest van het weekend weer twee binnengetrapt fijntjes. De eerste speler, of de snelste speler, die aan 50 Bundesliga goals komt. Ik dacht 43 wedstrijden of zo. Ja. 43 matchen, 50 goals, Gert. Nee, dat is fantastisch, hè. Ja. Een zekerheid. Maar wel wat blessureleed bij Bayern. Pavlovic is er niet bij, Palinha eveneens. Hebben ze dan nog genoeg op dat middenveld? Goretzka? Het zal wel zijn. Ja, niet beginnen klagen over geen spelers genoeg. Hè. Hallo. Ja, maar goed. Goretzka, daar wordt eigenlijk niet meer op gerekend. Hè. Dat blijft nog wel Goretzka, toch? Hè? Ja. Right. Jean-Paul, wat vinden ze in Nederland eigenlijk van het feit dat Vincent Kompany trainer geworden is bij Bayern? Kwam als een verrassing. Hij stond er... ik zal niet zeggen dat hij er nu niet goed op stond, maar... Hij kreeg natuurlijk terecht alle credits voor wat hij met Burnley deed. Echt eerste seizoen dan vooral, ja. Ja, en wat natuurlijk een heel moeilijke competitie is. En toen... dachten we en hoopten we misschien... want we houden in Nederland toch ook altijd van... trainers die proberen te voetballen. Hè? We hebben wat minder met bepaalde betonvoetbaltrainers... in de kelder van het Engelse voetbal. Alleen ja, hij kreeg er dat tweede jaar kreeg hij dat er niet in. En dat is natuurlijk wel een bijzondere promotie. Als je dan van Burnley, onderkant Premier League... waar het niet goed gaat... naar een van de vijf grootste clubs ter wereld gaat. Maar goed, voorlopig heeft hij het gelijk aan zijn zijde. Hè? Want dan moeten we ook niet onderschatten... voor veel van die topclubs is de Champions League... veel belangrijker dan de nationale competitie. Maar bij Bayern telt het toch ook wel zwaar. Die vinden dat zij toch ook die nationale dominantie moeten hebben. En dat Leverkusen notabene daar tussen ging zitten. Ja, dat deed echt wel een beetje pijn. Ook al hebben ze al, ik weet niet, een miljoen landstitels. Dus dat die daar nu weer gewoon ook... dat ze daar weer de beste zijn en bovenaan staan. En ik geloof 5 punten los. Dat telt daar ook wel echt zwaar mee. Ja, het is inderdaad, ik denk dat ze er intussen al 8 voor staan, zeker. En nu Leipzig ook weer verloren heeft afgelopen weekend. Ja, zit er ook kan me vergissen, hoor. Maar daar zijn geen vraagtekens over. Hè. Het is wel in die Champions League dat Kompany moet presteren om echt beoordeeld te worden. Dat is waar. En het is ook wel, Bayern is ook wel een club. Als je dan toch een keer verliest of een keer of 3 keren na elkaar niet wint, hè, dan is het toch wel altijd weer iets te zeggen. Maar goed, als je het over het algemeen heeft hij daar heel veel lof gekregen al tot hiertoe. En dat is absoluut terecht. Alhoewel dat 1 opmerking wil maken. Het is niet altijd even leuk om naar te kijken, maar de dominantie zo groot wordt. Ja. Ja, dat is niet altijd een kwestie van ontbreken, maar het is toch wel in heel die dominant voetbal en die soms 80% balbezit. Als je ziet wat ze er uiteindelijk uithalen aan 100% kansen, is dat vaak toch eerder beperkt. Bijvoorbeeld nu afgelopen weekend moesten ze lang wachten op de tegen Augsburg. Dat duurt dan wel lang en het is niet altijd even leuk om naar te kijken. Het is zowat het Barcelona van in zijn beste periode. City bij momenten. Te veel op de helft van een tegenstander. Altijd maar in de laatste derde. Het is de kat en de vogel. Ik zie het. Gert heeft gekeken, maar heeft zich verveeld, Jean-Paul. Ja. Nou, maar ik snap dat wel een beetje. Kijk,
een wedstrijd is toch het mooiste als je ook een beetje tegengas hebt. En Augsburg ging er ook. Dat is waar. Maar die gingen er echt voor liggen. Ja. Ja, dan, En dat is toch helemaal anders. Als je dan naar Liverpool, Southampton kijkt, dan is dat toch helemaal anders. En dat is natuurlijk ook dankzij Southampton. Oké, de laatste. Maar ja, dat is toch, dat verschil is veel minder groot. En die, die spelen gewoon mee. En dat is leuk. En dat is een wedstrijd die op en af gaat. En waar Liverpool ook wel eens in de problemen komt. Ja, dat heb je dan bij Bayern eigenlijk nooit. Hè. En tegen al dat soort tegenstanders in de Bundesliga, ja, er is niemand die hen echt in de problemen kan brengen. Nee. Ja. Vandaar een beetje vergelijkbaar misschien competitiegewijs dan met Paris Saint-Germain. Maar mooi brugje naar de volgende wedstrijd waar je woensdag naartoe gaat. Liverpool tegen Real Madrid. Je hebt ook een slecht leven, Gert. Dat hoor ik alweer. Het is niet te doen. Jongen, als je zo aan het begin van zo'n week staat, je weet gewoon niet meer waar je kop staat. Maar geen mooie vrouwen in Liverpool naar verluid. Laat ik me niet over uit. Ben jij verrast, Jean-Paul, door de manier waarop Arne Slot Liverpool naar zijn hand heeft gezet en door de prestaties en de punten die hij al heeft met elkaar gevoetbald? Het gemak waarmee toch wel, ja. Kijk, Slot heeft Feyenoord op een manier naar een hoger plan getild. Die is ongekend. Hij heeft daar die club gewoon zo geprofessionaliseerd en ook iets achtergelaten waar ze in de toekomst iets mee kunnen. Dan ga je naar Liverpool, maar dat gat is normaliter toch wat te groot. Hè? Dat je van Feyenoord direct naar Liverpool gaat. Die komen notabene onder een van de beste trainers ter wereld vandaan. En ze hebben het niet eens meer over hem. Want ze staan 8 punten los in de competitie. Ja, natuurlijk ook. Ik denk dat we ons allemaal een beetje verheugd op een gegeven moment op een two-horse race tussen City en Liverpool. Hè. Nou, City valt dan nu op wonderbaarlijke wijze, vallen die een beetje weg. Maar ja, Liverpool blijft goed doorgaan. Al denk ik wel dat ze gisteren voor het eerst een beetje, ja, zoals de Engels zeggen, in de mud zaten natuurlijk. Ja, maar ze komen er dan toch wel weer uit ook. Hè. Maar ze hebben het werd hen wel heel moeilijk gemaakt, dat is zeker waar. Een paar cadeautjes gekregen ook van Southampton, die opbouw. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Maar ja, goed. Ja. Dus moet je profiteren, op die manier natuurlijk. Maar Arne Slot is dat ook zo binnenkomen op een manier. Zo, hij is toch geen coach die dat zich eigenlijk op het voorplan zet. Hè? Of die allemaal of laat uitschijnen. Ik doe het hier allemaal, of het is door mij. Het is toch ook wel iemand die dan, denk ik, als een speler zegt wel op het voorplan plaatst. Ja, ik denk dat het ook een slimme man is in de omgang met de media. En het contrast met bijvoorbeeld Erik ten Hag, die een vergelijkbare stap maakte naar United. Ja. Ik zou toch niet in Engeland de strijd met de pers aangaan. Want die win je nooit. Die heeft nog nooit iemand gewonnen. Mm. En als je daar dan zo de oorlog aan gaat. We hebben dat ook ooit meegemaakt met Louis van Gaal in Barcelona. Ja, dat werkt gewoon niet. En Slot, die weet dan toch in persconferenties. Hij is altijd charmant. Hij geeft de credits aan zijn spelers. Maar tegelijk, achter alles wat hij zegt, zit wel iets. Hè? Dus hij geeft af en toe zichzelf ook wel een klein complimentje. Maar ja, mag ook wel als je het zo en goed doet. En blijft hij ook charmant als het ooit eens tegenzit? Is dat bij Feyenoord ooit voorgevallen? Want het is natuurlijk zo'n mooie cv dat hij voorlopig opbouwt. Weinig is dat voorgekomen nog. Dus ik weet niet hoe die dan om zich heeft. Want dat was ook wel een beetje waar we in Nederland zeiden van ja, hoe gaat het bij Liverpool als je een keer 3 keer achter elkaar verliest? Wat een keer kan gebeuren. Het is bij Feyenoord denk ik nooit. Het was eigenlijk allemaal Hosanna. Conference League finale gehaald. Kampioen geworden voor het eerst in 6 jaar. Maar ik moet wel zeggen, hij heeft ook Mourinho, die ging tijdens wedstrijden tegen Roma, die ging heel erg de strijd ook met hem persoonlijk aan. Hè, en hij liet zich daar toch nooit helemaal in meeslepen. Waaraan je toch al wel de eerste voortekenen zag van, het is wel een intelligente man. Was ook een intelligente voetballer trouwens, wel op een totaal ander niveau. Maar bij Zwolle en Sparta echt een hele een middenvelder die met zijn kop voetbalt. Dat was wel echt duidelijk te zien. Ja. En wat vinden jullie in Nederland van de ontwikkeling van bijvoorbeeld een Gravenberg? Oké, Van Dijk die speelt ook goed weer. Ja. Maar Gravenberg, dat is echt wel een duidelijke stap vooruit. Basisplaats nu. Ja, en je gaat haast vergeten hoe jong die nog altijd maar is. Hè? Want die debuteerde op zijn 16e al onder Ten Hag bij Ajax. En nu laat hij, want Bayern, hij deed af en toe wel mee. Stond nooit echt vast in de ploeg. En nu is hij wel gewoon een van de pijlers onder het Liverpool van Slot natuurlijk. Dus ja, daar kijken we wel met heel veel plezier naar. Ja, Nederland heeft, wat dat betreft, we zaten een paar jaar heel goed in de verdedigers en nu zitten we heel goed in de middenvelders die ja, toch wel een stap hebben gemaakt met Reinders, met Koopmeiners en Gravenberg hoort er ook bij. Reinders ook sterk. Ja. Al een paar keer gezien dit jaar. Dat is echt wel. Ja, die was tegen Club Brugge ook nog man van de match in San Siro. Hè. Ja. Curtis Jones, Gert, is ook zo iemand die nog een stap vooruit lijkt te zetten. Hij heeft ook zijn debuut gemaakt voor Engeland. Het is wat Jean-Paul ook zegt. Ja, je moet altijd die jongens. Ja, natuurlijk worden die allemaal nog beter. Hè, want ja, dat is heel jong en we kennen ze van heel jong af. Maar op een gegeven moment zijn die maar 17 of 18 jaar. Ja. Maar als je dan weer 22 bent, dat is wel dag en nacht. Je wil niet meteen de link met Slot leggen.
Of minder... Nou ja, ook wel. Nee. De spelers die beter worden onder een trainer, daar heeft zeker een trainer altijd krediet aan. Ja, dat denk ik. Maar tegelijk moet je ook zeggen... Het is denk ik misschien nog wel de grootste uitdaging voor Slot om na zo'n periode met Klopp om Mo Salah gemotiveerd te houden en om die te blijven pleasen. Want dat is uiteindelijk toch weer de man die het ook gisteren voor je doet. En dus blijkbaar kan die dat toch ook wel goed om met die echte topspelers om te gaan, waar hij eigenlijk tot dusver niet echt mee had gewerkt natuurlijk. Nee, zeker. Dat is zeker zo moeilijk, denk ik. Iemand die lang bij dezelfde ploeg blijft, om die altijd maar nieuwe tools aan te reiken, om inderdaad gemotiveerd te blijven en nieuwe doelen te stellen en nog beter te willen doen. Ja. Is dat een van de redenen waarom ze talmen met die contractbesprekingen en om hem scherp te houden dit seizoen en pas aan het einde van de rit? Want het is natuurlijk ook een risico dat je neemt, hè? Is einde contract in juni. Kan ook twee kanten opgaan. Als je daar heel erg mee talmt, kan een speler zich ook misschien een beetje zijn eer gekrenkt voelen. Dus ik zou er toch niet te veel mee talmen, want hij is gewoon echt nog, is gewoon al 7-8 jaar. Gewoon, we zeiden dat altijd over Messi, hè, dat die Messi leverde altijd. Salah levert op zijn manier ook altijd, hè, en dat al 7-8 jaar lang. Inderdaad, 10 goals heeft hij, denk ik, en 6 assists in 12 wedstrijden in de competitie. Dus dat is zeer straf. In de Champions League zijn ze sowieso indrukwekkend bezig. 12-12 als enige ploeg, nog het maximum. Maar nu dus, Gert, Real Madrid komt op bezoek. Die hebben gewonnen afgelopen weekend tegen Leganés. Ja, maar dat zegt mij niet zoveel. Ik zou mijn geld daar ook op Liverpool zetten. Ik ben, toch wel, hè? Ja. Ik ben niet zo zot van Real op dit moment. Nee, ik vind ze hebben echt... een probleem om ploegen onder druk te zetten. Dat is allemaal een beetje te plat. Als zij daar enigszins weerwerk willen bieden, dan bedoel ik vooral in balverlies. Balbezit, oké, blijft... Verwacht je dat het makkelijker... Goed, maar, is het makkelijker voor Real om op Anfield te gaan spelen, waar ze wellicht... Ja, ruimte krijgen ook. Eventueel om hier uit te breken. Dat zou kunnen. Maar ik denk vooral, zij moeten in eerste plaats zien dat ze niet platgewalst worden. Dat zit erin, een vernedering zoals... Niet in aantal goals, wil ik zeggen, maar in spelbeeld. Ja. Wel, dat zit, als je ziet met wat een intensiteit en wat een dynamiek dat Liverpool kan spelen, als je dat zet tegenover de dynamiek die Real maar laat zien, dat is een hemelbreed verschil. Mm-hmm. Maar natuurlijk, weet wel, in één wedstrijd kan dat ook wel eens anders zijn. Maar als je het van tevoren zou moeten inschatten, dan denk ik dan, als je je voet moet zetten qua intensiteit naast Liverpool, dan gaat er toch een tandje bij moeten bij Real. Mm-hmm. Mbappé scoorde, hebben jullie gezien op welke positie hij speelde afgelopen weekend? Ja, toch denk ik wel zijn beste positie, denk je niet? Vanaf de linkerkant vind ik hem toch het meest gevaarlijk. Ik blijf erbij, hij is op zijn allerbest als hij er moet komen en niet als hij er al is. Ja, het zou volgens Ancelotti te maken hebben gehad met Vinicius, die nog wat vermoeid was. De positie van centrumspits is minder belastend voor een speler dan die op de linksbuiten. Dat was zijn verklaring. Het samenspel was redelijk goed afgelopen weekend. Is dat de oplossing om Mbappé toch naar zijn topniveau te krijgen? Ja, dat kan, maar dan moeten meer wedstrijden op die manier zien en gaan spelen om dat echt op langere termijn te gaan beoordelen. Maar wat er wel is, zo, en zeker in de aanvallende gedeelte, het is nog maar zelden 3 matchen aan elkaar hetzelfde geweest, hè, bij Real. Hè. Ja. Daar zijn ze zoekende van wat dat eigenlijk het beste zou zijn voor iedereen. Maar om daar echt een definitieve oplossing in te vinden, ik denk dat moeilijk gaat zijn. We hebben een vraag gesteld ook op de social media. En die is aan jou gericht, Gert. En Thomas heeft die gesteld. Heeft hier een vraag binnengestuurd. Ja, en die is daaraan gelinkt. Is Mbappé een andere speler, een ander soort speler, als hij op de linkerkant staat? Zie jij een heel groot verschil? Ja, een heel groot verschil. Hè. Het blijft wie dat hij is natuurlijk. Maar het begint vaak bij een speler. Wat doet hij zelf het liefst? Hè? Dus daar zit al in motivatie en hoe dat je wedstrijd ingaat. Daar zit een groot verschil in. Een speler iets laten doen waar hij zelf niet helemaal van overtuigd is. Dat is gewoon heel moeilijk om dan de beste versie te krijgen. Dus... Daar begint het mee. Als hij echt overtuigd is van ik kom liever van de linkerkant en ik ben beter van de linkerkant. En dat zal misschien ook het uitgangspunt wel geweest zijn. Maar je zit daar gewoon met Vinicius. Hè. Wat gaat, Zolang dat zij daar samen staan. Wesley Song zei hier de vorige keer, er moet er één van uit de ploeg gewonnen. Ja, dat is de oplossing. Dat is een drastische oplossing natuurlijk. Je kunt dat niet met de status van die twee mannen, kunnen dat niet maken. Hè. Ja. Het blijft in retrospect natuurlijk een bizarre transfer. Dat je misschien wel één van de 3 beste op die positie heb je al. En dan haal je er nog eentje bij. Nu was het moment daar. Nu konden ze hem halen. Ze wilden hem al lang. Nu konden ze hem halen. Het moment was daar. En dan de rest lossen we later dan wel op. Ja. Maar dat is duur. Dat mag dan een trainer oplossen. Hè, maar, ja.
Valt niet te benijden misschien op dat vlak, Ancelotti. Denk jij, Jean-Paul, dat Real Madrid in eenzelfde situatie als Paris Saint-Germain kan belanden? Ze hebben al 2 keer verloren en hun programma is ook niet zo simpel. Hè? Liverpool en Atalanta de volgende match. Atalanta wel thuis in Madrid, uit, denk ik. Uit. Ja, 2 uitwedstrijden aan elkaar. Ja, dat ja, ik, titelverdediger, hè? Dus ja, vraag maar, wie weet. Nee, ik kan me dat toch niet voor. Ik denk dat die toch veel te veel kwaliteit hebben om, om daar echt in te komen. En nu, ze hebben al wel 6 punten. Hè. Ja, ze hebben nog Salzburg maar, thuis en dan Brest away. Ja, straks zeggen, moet uitgaan van 10 punten. Ze gaan nog wel 4 punten aan. Ja, Courtois is wel terug, dat is wel goed nieuws. Ja. Dat zijn al 3 punten bij. Dat zijn al 3 punten bij. Goed, ik zei Stade Brest, dat is de laatste tegenstander van Real Madrid. En Stade Brest mag ook nog tegen Barcelona spelen. Mm-hmm. Dat is trouwens voor morgen. Over Barça misschien eerst kort. Gert, is er een dipje in het vormpeil te bespeuren? 1-6 in de competitie, gelijk tegen Celta en een nederlaag de week daarvoor? Dat is sowieso een beetje minder als dat geweest is. En helemaal naar puntenwinst natuurlijk. Nu, de manier waarop dat ze het nu weggeven van het weekend, ja, dat is een persoonlijke fout natuurlijk. Dat heeft niet echt te maken met de ploeg of met de vorm van de ploeg. Jij gaat kijken tegen Las Palmas dus dit weekend. Ja, dat kon ik mooi combineren met Espanyol die avond. Ja, dus, die spelen een uurtje of 2 later of zo. Of ja, ja, die spelen een uurtje of 4 later, denk ik. Perfect. Maar ja, zonder Lamine Yamal, geloof ik, hè, die ze niet bij mogen. Ja, die ontbreekt. Maar bon, Barça, ben jij onder de indruk van hoe Hansi Flick ze laat spelen dit seizoen? Nou ja, inderdaad, de laatste 2 weken is wat minder. Maar hoe die natuurlijk aan het seizoen zijn gestart met meest in het oog springen natuurlijk die wedstrijd in Madrid. Ja, met 0-4 winnen in Bernabeu. Dat zet aan. Ik had dat niet helemaal aanzien komen, eerlijk gezegd. Maar ja, tuurlijk. En het blijft toch wel bijzonder, hè. Want hoe we ooit zeiden over Xavi en Iniesta. Van, die worden niet opgeleid, die worden geboren. Hè, zulke topspelers. En als je dan nu toch wel weer ziet wat er aankomt met een Kubarsi en een natuurlijk Gavi en Pedri hebben we al, Cusado. Ja, dat is toch wel weer echt een ploeg waar je ook meerdere jaren mee. Nou, Yamal vergeet ik dan nog. Dat is toch wel weer een ploeg waar je een x-aantal jaren mee vooruit kan. Mm-hmm. Ze hebben al heel knappe dingen laten zien. De Spaanse titelstrijd kan nu wel weer wat spannender worden. Nee, over wat je daar straks ingelopen. Zei, over spelers beter maken. Als je nu Rafinha ziet spelen, en Nicola, dat is ook dag en nacht met vorig jaar. Hè. Dus daar heeft hij ook wel zijn verdiensten aan, trainer. In principe dus geen probleem normaal tegen Stade Brest. Maar bon, Jean-Paul, als liefhebber van het Franse voetbal, hoe verrast ben jij dat Stade Brest, klein ploegje uit Frankrijk, 1, Champions League heeft gehaald en 2, het ook gewoon zo goed doet met 10 punten op 12? Ja, nou, dat ze het haalden überhaupt was wel heel, heel verrassend. Want ze hebben toch een team van jongens die eigenlijk allemaal League 1 hebben gespeeld. Maar ook nooit echt bij de topclubs en zo. Hè. Het is wel een hele ervaren ploeg. Maar ik moet toch wel zeggen, kijk, alle respect natuurlijk hoe knap ze het doen. 10 punten uit 4 wedstrijden. Maar als je dan gaat kijken naar de tegenstand die ze gehad hebben. Ja. Dat is Sturm Graz, Salzburg, Leverkusen, Sparta Praag, denk ik. Ja, dat is wel een Europa League pool, hè? Voorlopig wel, ja. Toch? Ja. En als je het dan aflegt tegen bijvoorbeeld een Paris Saint-Germain, weet je wel. Dan denk je wel, ja, dat is dus ook de opzet van de nieuwe Champions League. Ik kan me toch niet voorstellen dat dit echt een probleem gaat zijn voor Barça. Maar ja, het is voor hun de grootste wedstrijd in de clubgeschiedenis. En het is wel heel leuk natuurlijk dat ze het zo goed doen. Ja, ze kunnen niet eens in hun eigen stadion spelen. Nee, dat blijft jammer. Hè? In Guingamp. Ja. Gaan ze daar nu blijven spelen? Dat was nog de vraag, dacht ik. Ja, ze overwogen een verhuis naar nog een ander en groter stadion. Hè? Ja, als ze tegen Real Madrid vol huis hebben, willen ze misschien nog een grotere. Ja, de penningmeester die rekent ook mee natuurlijk. Maar ja. Dan kom je echt 200 kilometer van Brest af. Ja, dat is ook wel een beetje enthousiast. Ja, en ik denk dat UEFA dat misschien ook niet toestaat dat je verschillende stadions kunt. Niet in de league phase, nee, want Barça is daar ook mee bezig. Maar als ze doorgaan, wie weet, kan het wel. Hè? Ja, voor Brest zelf is het natuurlijk ook een ontdekkingstocht. Het duurde lang vooraleer het besef er echt was dat ze die league phase mochten gaan spelen. En nu willen ze natuurlijk altijd maar meer. Sur le moment venu, lors de notre dernier match à Toulouse, on n'y croyait pas. Honnêtement, moi, j'ai pris conscience vraiment qu'on rentrait dans une ère différente, c'est au tirage. Quand on s'est retrouvé à Monaco pour le tirage au sort, c'est là où on s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'on était entouré d'anciennes gloires du football européen et c'était extraordinaire d'être assis à leur table. Quand on voit ça, on se dit, si on arrive à gagner un match, ça sera une saison, ça sera une compétition réussie pour nous. Et le problème qu'il y a eu, c'est que on a commencé à gagner le premier match, on a gagné le second match, on reçoit les Leverkusen, on les accroche, on va gagner à Prague, donc forcément, au fur et à mesure, l'appétit vient en mangeant.
Ja, u hoorde de sportief directeur Gregory Lorenzi. Dat is een vriend en ex-ploegmaat van Alex Teklak. Die heeft hem gevideobeld. En de volledige reportage met Lorenzi die is te bekijken in ons tv-programma. Maar het is natuurlijk inderdaad een mooi verhaal. Gert, ik heb je daarnet een beetje verrast met wie de doelman was van Stade Brest. Het is moeilijk om iedereen te kennen in een Champions League league face. Ja. Bizot. Marco Bizot, die waren we in België al even vergeten. Oh ja, het maar... zal wel. Ja. Als je daar naartoe gaat en er wordt bij ons niet zoveel gekeken naar de Liga, hè, we moeten eerlijk zijn. Toch niet naar de niet topclubs. Al helemaal niet. Dus, om Gert te verdedigen, ik denk dat heel veel mensen in Nederland het ook niet weten. Want hij zit ook nooit tegen Oranje aan of zo, wat ik toch gek vind. Want hij wordt in Frankrijk toch wel serieus geprezen, ook in de pers. Mm-hmm. Dan denk ik wel, als je ook ziet het keepersprobleem wat we in Nederland gehad hebben, toch al een tijdje. Had je hem nog op zijn minst toch een keer bij kunnen halen. Hij heeft één keer gespeeld in coronatijd. Is hij gedebuteerd. Maar dat is eigenlijk hier nog wel vergeten. Zo, bij Strasbourg. Ja. Celsius in Strasbourg en deed dat daar fantastisch. Maar niemand wist het eigenlijk. Zou niet mogen toch? Want als je een goede speler bent, moet er naar gekeken worden. Ja, welke competitie je speelt, maakt dan niet zoveel uit. Nee, maar voor de bondscoach zou je daarin moeten kijken. Maar ja, het grote publiek niet. Ja, dat wel. Ja. Maar in België vonden wij dat niet zo'n geweldige keeper destijds. Marco Bizot. Nee, dat is waar. Nee. Maar ja, bedoel, je moet iedereen ook wel de kans geven. En je kunt, dat is vaak een perceptie die wordt gemaakt op basis van een paar wedstrijden die eventueel tegenvallen. En dan geraakt hij niet meer van die stempel af. En nadien geraakt hem dan helemaal uit het oog, waardoor je eigenlijk het tegendeel nooit meer ziet. Ja. Hoe was hij bij AZ? Daar heeft hij ook een paar jaar gespeeld. Ja, redelijk. Maar het is ook weer niet... Kijk, hij maakte natuurlijk een transfer van AZ naar Brest. Kijk, nu zou je zeggen, wat een schitterende stap vooruit. Je gaat naar een mooie club die Champions League speelt. Ja, die stonden toen ook bij de laatste vijf van de Ligue 1, weet je wel. Dus ik denk dat je dat ook wel een beetje... Er is nooit ook voor hem een grote club uit de Premier League gekomen. Dat zal toch ook zijn redenen hebben. Dus hij deed het bij AZ, was hij een prima eredivisiekeeper. Maar ook de topclubs hebben hem nooit gepakt, hè. Ja. Ajax, PSV, daar is ook nooit sprake van geweest. Doet in de Champions League, dat is toch... Uzelf overtreffen. En de sportief directeur zegt het zelf. Ja, je stapt erin zonder verwachtingen. Je wint de eerste match. Je denkt van, oh, wat is dat hier? Je wint je tweede match. Dus winnen doet winnen. Dat is eigenlijk wat hij aangeeft. Waardoor dat iedereen eigenlijk, zichzelf... En in Ligue 1 hebben ze het heel moeilijk, hè? En dat zie je toch wel eens, dat zo'n sprookje, als ze het dan Europees goed doen, bij zo'n kleinere club, dat dan in de in België Champions League... zou je het kunnen vergelijken met wat Cercle Brugge overkomt, misschien. Ja. Die doen het ook Europees behoorlijk, maar in eigen competitie... Ik moet ook denken aan daar komen we toch bij Gert's carrière. Die zat ooit in een pool met Ajax, Milan en Celta. En toen ging Celta door. En die degradeerde, klopt. Ja, dat is waar, daar mogen we niet over beginnen. Die kregen een cadeau in de laatste wedstrijd. Dat is een trauma bij van Milan, ja. We hebben ons geflikt, hè. In elk geval, Marco Bizot is basisspeler nu al een paar jaar lang. En hij voelt zich daar kennelijk ook gewoon heel erg goed. Het is een familieclub waar iedereen elkaar kent. Een maand of twee geleden kwam de visboer naar me toe, waar we altijd gaan om het lekkers te halen. Toen zei hij van, hé, jij duikt toch ook, zei hij. Ik zeg, klopt. Ik zeg, vind jij het niet leuk eens een keer om met mij harpoen te gaan vissen hier in de stad? Dit gedeelte, er zitten familie, spelers, vrouwen en de overige. En voor de rest heb je natuurlijk al die mensen die in de buurt zitten. De buren bijvoorbeeld zitten daar, de visboer en die zit hieronder. Dus het is één grote gezelligheid bij elkaar. Weet je, die relatie en die connectie met de mensen en met die mensen die hier al zeg maar in Brest zijn, die heb ik ondertussen die opgebouwd en die relatieconnectie hebben wij nu en dat is onwijs bijzonder. Ja, kijk eens aan. De visboer, een van zijn goede vrienden blijkbaar in Brest, ook wel een carrière dus ook lopen. Harpoenvissen met Marco Bizot. Lijkt me nog een reportage waard in Nederland, toch? Waar kan ik me aanmelden? Lijkt me hartstikke leuk. Ja, het is niet de meest sprankelende stad Brest, maar er komt wel een hele grote voetballer vandaan. Hè? Ik ruik een reportage die Gonzalo Higuaín. Wat? Is geboren in Brest. Juist, ja. Hoe kwam dat alweer? Pa Federico Higuaín, die speelde bij Brest. Ja, hij is daar geboren. En ze hebben nog geprobeerd om hem voor Le Bleu in te schrijven. Maar daar had hij zelf toch niet zo'n trek in. Nee, en bij Brest heeft hij ook niet gespeeld, toch? Hè? Nee, nooit. Okay. Gert, we zouden bijna nog vergeten, onze tijd zit er bijna op. Maar er is ook nog wel zoiets als Celtic tegen Club Brugge. Ja. Wat verwacht je daarvan? Ze hebben allebei uitgepakt met ruime zegens afgelopen weekend. En Club zou een hele goede zaak kunnen doen als ze daar een resultaat neerzetten. Dat is waar, maar op Celtic zal dat niet zo gemakkelijk zijn natuurlijk. Maar puur op kwaliteit zou je denken, je moet alleen kunnen weerstaan aan het enthousiasme
van zo'n ploeg, denk ik. Puur op kwaliteit, denk ik, dat je dat echt naast elkaar mocht leggen. Maar ja, je moet kunnen weerstaan aan dat thuisvoordeel van Celtic. Dat zal het moeilijkste zijn. Maar wat dat ook voor club geldt natuurlijk, hè, nu, maar die 6 punten al. Ja, bedoel, dat is hetzelfde gevoel wat dat Brest heeft. Oké, weliswaar met 10 punten, maar ja, toch onverwachts. Ja, meer punten op dit moment als misschien al gedacht. En echt wel ja, reden genoeg om te mogen dromen van meer en van daarbij te zijn. Ook voor hen is die grens van 10 punten op dit moment wel haalbaar. Ja. Arne Engels speelt daar natuurlijk ook. Ja. Ex-Club Brugge, nooit voor de eerste ploeg gespeeld. Ben je eigenlijk verrast door zijn ontwikkeling, dat hij daar nu basisspeler is? Of moeten we Celtic ook niet te hoog inschatten? Het ding is, Nicolas, hetzelfde met Brest en Ligue 1, Celtic, ik zie niet elke week Celtic spelen. Maar je hebt wel bij de Rode Duivels ook aan het werk gezien. Inderdaad. Ja. Wat vond je dan daarvan? Dan vind ik dat maar heel gewoon. Ja, sorry dat ik het zeg. Ja. Maar misschien nog wel jong ook. Het is wel met Celtic inderdaad. Het is een dag en een nacht verschil. Je moet daar die eerste storm moet je overleven. Ja. Want voetballend kan club zeker mee. Of zijn ze misschien wel de betere ploeg. Maar ja, ze hebben ook veel snelheid voorin. Dat is ook gevaarlijk. Hè? Met die Furuyashi en Maeda. Ja, ik vind het toch wel... Er gebeurt altijd wat op Celtic Park. Maar ja, een resultaat daar halen... Kijk, als het op Jan Breydel was, had ik al lang gezegd dat al mijn geld op club gezet. Mm-hmm. Ja, vorig jaar nog tegen Feyenoord gewonnen, zeker, hè, Celtic? Of, ja, was wel ook een wedstrijd. Ja, toen, kijk, Celtic is natuurlijk ook heel lang echt gewoon een beetje tabelvulling geweest, hè, in de Champions League. En dit jaar doen ze het goed met al 2 keer thuis gewonnen, denk ik. Dus zullen op hoede moeten zijn. Zo van Bratislava ook wel niet de moeilijkste tegenstander. Maar Leipzig was dan weer wel een mooie zege. Feyenoord, daar wil ik het nog heel kort over hebben, Jean-Paul. Ja. Kunnen ze resultaat halen? City in grote problemen, 5 nederlagen op een rij. En nu mogen ze naar het Etihad Feyenoord. Met Priske. 2 topcoaches tegen elkaar. Ja, ik denk dat het verschil te groot is. Aan het begin van het seizoen heel veel kritiek op Priske. En moest het overnemen van Slot. Toen daarna, geweldige overwinning bij Benfica. Dacht iedereen het lekkers boven in de competitie. 2 goede wedstrijden. En ze verliezen van thuis van Ajax. En ze zijn eigenlijk weer terug bij af. Moet wel zeggen, Priske, veel blessures. Dat spreekt. En ze verliezen ook van Salzburg, die nog geen enkel punt hadden verzameld. Dat was wel heel pijnlijk, fantastische zaak kunnen doen. Ja. Maar bon, waar mogen ze nog van dromen? Is het realistisch om een punt te pakken nu City echt in de problemen zit? Of denk je van niet? Ik denk het toch niet. Feyenoord mist ook heel veel spelers. Ze missen bijvoorbeeld Ueda, die jullie natuurlijk nog goed kennen van Cercle. Jiménez zit er waarschijnlijk weer bij. Dat is hun eerste spits. Ja. Maar gaat nog niet de hele wedstrijd kunnen spelen. Carranza is nu de eerste spits. Ja, dat is eigenlijk de derde spits. Quinten Timber is de beste man dit seizoen. Maar kan denk ik ook niet de hele wedstrijd spelen. Dus ja, realistisch gezien, zelfs al was iedereen erbij, dan ging het al een hels karwei worden. Ook tegen dit City. Nu ben ik er toch bang voor. Ja. Het had beter geweest, moest City 12 op 12 hebben. Ja. En met 5 andere jongens spelen. Ja. 0-4 tegen Tottenham, Gert. Wat is er in godsnaam aan de hand bij Man City? Ja, het meest gemakkelijk om te zeggen is dat Rodriguez erbij is, hè. En dat is zowel qua spelbeeld, wat hij betekent, maar ook qua statistieken. Dat is in het verleden, toen ze veel wonnen. Maar af en toe een keer verloren was dat ook vaak, omdat Rodriguez niet bij was. Dus een verschil tussen gelijk spelen of 0-4 verliezen, bijvoorbeeld. Dit is echt niet meer uit te leggen. Hè. En moest het uit te leggen zijn, dan zou Pep het zeker weten. Als wij het zouden weten waaraan het ligt, dan zou Pep het zeker weten. En dan was het al lang opgelost. Dus het zal niet zo simpel zijn om er echt de vinger op te leggen. Van kijk, dit is er nu aan de hand. En ook geen Kovacic, geen Ruben Dias. Kevin De Bruyne, die nog steeds niet basis staat. Die willen wij toch altijd zien, hè? Maar contractverlenging, is dat dan een juiste of logische keuze? Als ze gewonnen hadden, had ik de vraag misschien niet gesteld. Akkoord. Maar een contractverlenging... Hij heeft er zelf fantastisch op gereageerd natuurlijk. Hij zegt zelfs met al de straffen die hij eventueel boven het hoofd hangen. Hij zegt, als ze ons laten degraderen, dan blijf ik ook gewoon. Ja, dat is wel een statement natuurlijk. Dat is wel sterk. Okay. Maar, laatste wedstrijd die we kort aanraken. PSV Shakhtar. Ja. PSV in de eigen competitie nog altijd geweldig op dreef. Tegen Shakhtar mag het ook geen probleem zijn, toch? Nou, ik moet zeggen, ze moesten natuurlijk in die thuiswedstrijd tegen Girona laatst moesten ze wel echt even wat laten zien. En dat deden ze toen heel goed. En je ziet wel bij PSV dat ook jongens echt stappen maken. Bijvoorbeeld Malik Tilman is door omstandigheden op 6 terechtgekomen. Omdat Veerman en Schouten daar nog altijd ontbreken. Je ziet achterin, die eerste wedstrijd Juventus uit was wel heel schrijnend. Met een veel te jonge achterhoede die bijna niet samen had gespeeld. Dat gaat nu ook steeds beter. Ja, Shakhtar is toch voor ons allemaal een beetje de grote onbekende. Het is moeilijk om daar echt iets zinnigs over te zeggen. Maar als je iets wil in de Champions League, moet je daar thuis altijd van winnen. Ja, Bakayoko, af en toe op de bank, is het inderdaad een klein dipje in zijn rendement? Ja, ik had hem inmiddels verder verwacht. Ja, als je ziet hoe goed hij bij Vlagen vorig jaar was. Ik denk, als hij die lijn
doortrekt. Maar dat geldt voor meer jongens bij PSV. We hadden denk ik toch wel wat transfers verwacht deze zomer. Bijvoorbeeld van Veerman, bijvoorbeeld van Schouten. En toch ook wel Bakayoko, waar toch ook wel een beetje aan getrokken werd. Maar dat heeft dan misschien toch ook met een EK te maken, waar hij niet de impact heeft kunnen hebben die hij misschien zelf ook wel had gehoopt voor de Duivels. Dus ja, we blijven hem volgen, maar er zijn nog andere Belgen. Ja, absoluut. Dams bijvoorbeeld, die is er ook bij. Goed, mannen, ik zie dat onze tijd er alweer op zit. 40 minuten gaat snel als je veel wedstrijden te bespreken hebt. Ik wil jullie vooral een fijne week wensen. Gert, München, Liverpool. Sterkte. Veel plezier. Twee kleine... angstaanjagend veel van voetbal. Ja, ja, maar dat weet ik. Daarom ken ze allemaal. Daarom zit ik hier. Jean-Paul, jij gaat naar Barcelona en naar Utrecht. Fijne week ook voor jou. En bedankt voor je komst naar Brussel. Geen dank. En u thuis, u bent er morgen natuurlijk bij. Dinsdag en woensdag weer Multilive bij Pix Plus Sports. Tot dan.